Helemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En in deze video ga ik een bijbelstudie doen. We gaan een bijbelstudie doen over 1 Petrus 1. Volgens een bepaalde methode die ik geleerd heb. Dus ja, aangezien we hier ook een challenge doen. Als je de video nog niet hebt gekeken, ik heb het niet echt gesproken. Maar we gaan een challenge doen over 1 Petrus 1 memoriseren. Hoofdstuk 1 vooral. En het leek wel heel erg leuk om, om gewoon stukjes bijbelstudies te doen. Dus ja, laten we zeker gaan beginnen. Oké, eerst ga ik het even voorlezen. En daarna wil ik dan door middel van de OIA-methode wil ik de bijbelstudie gaan doen. Dat is eerst observatie, dan interpretatie en daarna applicatie. Toepassing op jezelf, zeg maar. Oké, vers 1 tot en met 5, daar staat... Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof, tot de zaligheid, die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Nou, deze vijf versen ken ik best wel uit mijn hoofd. Nee, ik doe dat niet uit mijn hoofd op camera. Maar het leek me wel eerst, volgens de methode moet je eerst wat achtergrondinformatie geven. Dus ik heb deze week heb ik de bijbelstudie zelf al gedaan. En gewoon heel veel informatie bij elkaar geschraapt, zeg maar. En ik hoop dat ik het, dus ik kijk een beetje op het boekje. Dus ik hoop zeker dat jullie er wat aan hebben. En daarna wil ik het soortje van gewoon, gaan toepassen. Dus dat een beetje. En het eerste wat ik doe is wat over de auteur vertellen. Oké, Petrus, die heeft de apostel van Jezus Christus, die heeft het Bijbelboek geschreven. En als je leest in de Evangelie, dan zie je dat het een broer was van Andreas. En Andreas heeft hem eigenlijk tot de Heer Jezus geleid. Het staat, dat staat ook ergens in Johannes of Marcus, geloof ik. En Jezus vraagt ook aan, vroeg toen aan Petrus van, wil je visser van mensen worden? Want hij was visser van beroep, Petrus. En Jezus vroeg aan hem of hij visser van mensen wilde worden. Evangelist dus. En toen behoorde hij tot de 12 discipelen. En hij behoorde ook tot een van de 3 discipelen die eigenlijk het vaakst bij Jezus was. Dus hij was daarmee heel close, zeg maar, bij de Heer Jezus. Dus dat is denk ik ook wel goed als je het Bijbelboek leest, dat je leest dat... dat hij dicht bij Jezus was, zeg maar. Dan zie je eigenlijk dat Petrus heel veel hoogtepunten en dieptepunten heeft. En daarin zie je denk ik ook wel gewoon zijn karakter. Dat hij heel, gewoon ergens voor ging. Want bijvoorbeeld een hoogtepunt was dat hij de belijdenis, dat hij de Heer Jezus belijde van... even kijken of ik het kan vinden. Maar die belijdenis van... U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Dat Jezus zegt van, maar wie ben ik? Zeg maar, wat zeggen de mensen dat ik ben? En dan zeggen ze, sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen zeggen Elia volgens mij. En dan zegt de Heer Jezus van, maar wie zegt gij dat ik ben volgens mij? En dan zegt Petrus, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Ik weet niet of ik de beeld kan zetten. Maar daarin zie je gewoon dat Petrus dat zegt eigenlijk voor de hele groep. Maar gewoon zo'n belijdenis, dat is super mooi. Maar later dan zie je wel dat Petrus, dan gaat de Heer Jezus het hebben over zijn lijden en zijn sterven. En dan zegt Petrus van, dat zal u geenszins geschieden, zeg maar. En dan zegt Jezus van, ga achter mij, Satanas. Dus dat is weer gewoon een dieptepunt, zeg maar. En een ander dieptepunt is natuurlijk gewoon de verloochening van de Heer Jezus. Maar wat ik dan ook wel mooi vind, is voordat Petrus, zeg maar, de Heer Jezus verloochent, dan zie je al dat Jezus Petrus waarschuwt. En ook zegt van, gij zult mij 3 keer verloochenen, of u zult mij 3 keer verloochenen. En dan zegt Jezus van, dat de Satan zal
opgeëist heeft om te ziften als de tarwe. Maar hij heeft gebeden dat hun geloof niet ophouden. En daarnaast dan versterk dan uw broeders. En dat moest ik nog opzoeken. Dat kan ik wel doen bij de Bijbel met uitleg. Ik weet niet wanneer dit is geschreven, maar er staat dan van versterk uw broeders. Dus dat heeft Petrus dan ook gedaan, zeg maar. De lezers zijn christenen in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Het is rond 65 na Christus. Dus dat is inderdaad, dan versterkt hij de broederen, dus dat is na Christus. En de inhoud is onderwijs over het christelijk leven in een situatie van vervolging. De brief is een rondzendbrief, bestemd voor christenen in 5 Romeinse provinciën in Klein-Azië. Kijk wat ik daar ook nog over had geschreven. Oh ja, de eerste naam van Petrus was Simon, of Cephas, hij werd toen Cephas of Petrus genoemd. Wat vertaald? Syrisch, Cephas of Petrus. Die heeft hij van de Heer Jezus ontvangen. Er wordt tot de meesten gedacht dat ze al in de landen van... waarom schrijf ik zo lelijk? Er wordt door de meesten gedacht dat ze al in de landen van Azië waren, zeg maar. Door de wegvoering van de Assyriërs en door de vervolging onder Antiochieën. Dus die vreemdelingen, zeg maar, die waren al in die verschillende landen. Pontus is alle provincie in Azië. Azië is een deel van Azië. In Klein-Azië is ook waarvan Efeze de hoofdstad is. Oké, dan gaan we verder. Wat valt mij op persoonlijk als ik dit gedeelte lees? Mij valt op wat ik opgeschreven heb. Nou, allereerst, wat me wel opviel, is dat in het derde vers al eigenlijk God geprezen wordt. Van geprezen zij de God en Vader. En ja, dan gelijk een soort van toepassing naar mezelf. Wat ik daar eigenlijk uithaal is dat ik ook aan het begin van mijn gebed, aan het begin van wat dan ook, gewoon God moet prijzen. Van God de Vader moet prijzen. Er staat specifiek, geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dus God de Vader prijzen. En überhaupt gewoon heel de drie-eenheid. En wat mij ook elke keer opvalt is die na zijn grote barmhartigheid. Gewoon, God is zo barmhartig geweest dat hij zijn kinderen wederom geboren heeft laten worden. Tot een levende hoop. En dat stukje levende hoop, dat is ook iets wat ik zeg maar, dat valt mij altijd op als ik dat lees van. Als je een kind van God bent, dan ben je wederom geboren tot een levende hoop. En dan is mijn lievelingslied is ook Living Hope van Phil Wickham. Maar daar gaat het over de Heer Jezus, dat de Heer Jezus de levende hoop is. En wij zijn wederom geboren tot een levende hoop, omdat Jezus voor ons gestorven is. Omdat God ons wederom geboren deed worden. En daarom zijn wij ook een levende hoop. En nu ik het zeg, denk ik van, het klinkt niet goed om te zeggen dat wij levende hoop zijn. Want Jezus is de hoop van ons hart, van ons leven. Maar hier staat het wel echt van, we zijn wederom geboren tot een levende hoop. Kijk of het hier ook zo staat. Ja, kijken of ik daar nog wat had opgeschreven. Levende hoop, een hoop des eeuwige levens. Of een levendmakende hoop. Of een levendmakende hoop. Hoop op Christus. Hoop wakker en een vast geloof. Dan valt me het ook nog op door de kracht van God bewaard. Dat vind ik ook altijd zo mooi. Van, dat had ik in de vorige video ook gezegd. Van, we worden door de kracht van God bewaard door het geloof tot de zaligheid. En die zaligheid die is, zoals er staat, van, die is onverderfelijk, onbevlekt. Dus die is perfect, zeg maar, en onverwelkbaar. Dus die blijft ook eeuwig. Die is voor eeuwig, zeg maar. En ik weet, ja, dat is zo mooi dat we niet uit onszelf zalig worden. Of niet uit onszelf die zaligheid behouden. Of dat we niet uit onszelf in de hemel komen omdat wij in de Heer Jezus geloven. Of omdat wij zelf dat geloof vasthouden, zeg maar. En we worden wel zalig door het geloof in de Heer Jezus. Maar door de kracht van God worden we bewaard. Dus ik hoop dat ik het goed zeg, maar... Het is niet zeg maar dat uit onszelf dat we dat geloof vasthouden. Nee, God houdt ons vast. Het is God die ons vasthoudt en God die ons bewaart door zijn kracht. En
Wel door het geloof. En als we in de Heer Jezus geloven, dan zullen we ook zalig worden. En als we ons van de zonde bekeren, dus als we al het verkeerde wegdoen, wat gewoon dingen die verkeerd zijn in ons leven, waarvan je weet dat ze fout zijn, als we die wegdoen en we belijden ze aan God. En we geloven dat het bloed van de Heer Jezus ons reinigt van alle zonden. En dat Hij de Zoon van God is. En als je dat met je hart, hart gelooft en met je mond belijdt, dan zal je zalig worden. Dus dat viel me ook op. En dan staat er van, dan staat er nog een gedeelte over uitverkoren. En dat begreep ik niet zo goed. Even kijken nog. De christenen zijn de God de Vader van eeuwigheid uit de grote massa verdorven mensen uitverkoren. In de tijd heeft Hij een apart gezet, heiligmaking, om gehoorzaam te zijn aan Christus. De Heilige Geest werkt in hen het ware geloof en zo krijgen zij er deel aan. Zo zie je dat de Heilige Geest het werkt. De Vader koos hen uit om met hem verzoend te worden door de dood van Jezus Christus. In het Oude Testament werd het bloed van offers over het volk gesprenkeld bij de sluiting over het verbond en bij de reiniging. Oké. De besprenging of besprenkeling, dat wil ook wel zeggen verzoening met God door het bloed van Christus, zoals ik zei. En hier staat dan dat genade en vrede voor u vermeerderd worden. En dat laat eigenlijk zien dat het zeg maar, dat het er al is. Omdat ze hadden het zeg maar, in oude taal, ze hadden het in beginsel hadden ze het al ontvangen, zeg maar. Dus dat het vermeerderd mag worden. En bij geprezen zij de God de Vader, dan is het ook wel... stond hier dan? Geloofd. Dus geloofd zij de God en Vader, gezegend zij de God en Vader of geprezen. Ik had al wat over die hoop gezegd. Oh ja, door de opstanding. En daar staat van... door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En er staat specifiek door de opstanding, want we hebben door zijn kruis, hebben we door het kruis van Christus hebben we verzoening, zeg maar, door zijn bloed. Maar hier staat door de opstanding, omdat... De verzoening ons door zijn opstanding wordt toegeëigend aan de nieuwe mens. En de nieuwe mens in wordt, verwekt, denk ik. Dus door de opstanding wordt het toegeëigend aan, en de nieuwe mens wordt verwerkt. Verwekt. Oké. En in de hemelen, er staat ook van, die in de hemelen bewaard is voor u. Dit is dan, staat de vertaling, alles een beetje door elkaar. Maar die in de hemelen bewaard is voor u. Dus de erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. En dat is dus blijkbaar omdat de Joden geloofden, veel Joden verwachten zeg maar een aards koninkrijk. Ook van de Messias en zo, een aards koninkrijk. En hier zegt Petrus dan specifiek in de hemelen, voor de Joden zeg maar. Dan, kracht van God, gelijk een wacht en sterkte. Waarmee wij tegen onze geestelijke vijanden rondom bezetten. Dus de kracht van God is als een wacht en een sterkte. In de laatste tijd is de wederkomst. Dan de interpretatie. Dus nu zijn we bij de I-balans van interpretatie. En wat wil de auteur hiermee zeggen? En wat is de context? En waarom brengt de auteur dit op, zeg maar? Dus wat is de context? Nou, de verstrooide vreemdelingen. Dus de vreemdelingen die in Azië zijn. We hebben in het uitleg staat ook nog zo'n kopje met Petrus. Dus dat is wel interessant. De verstrooide vreemdelingen. Ze worden vervolgd. Dat zag ik ergens, klopt dat? Ze worden vervolgd. Waarom brengt de auteur dit ter sprake? Wat mij opviel is, dat zag ik ook ergens. Eerst brengt Petrus een soort van de belangrijkste dingen ter sprake, zeg maar, uitverkoren. Dus de uitverkorenen naar de volkennis van God de Vader. Dan de heiligmaking van de Heilige Geest. En de gehoorzaamheid en de verzoening met Christus, zeg maar. Dan moet ik denken aan God de Vader en de schepping, de Zoon en de verlossing. God de Heilige Geest en de heiligmaking. dit heb ik voor mijn lijden, dus dit is niet voor mezelf. Maar dat staat eigenlijk in het eerste stukje, zeg maar. Dus dat viel me wel op, zeg maar. En daarna dan die lofprijzing.
dan over de zaligheid ook gewoon zo gericht op de hemel. Is gewoon ook dit eerste stukje van tot een levende hoop en tot een onverderfelijke en onbevlekte en onverwerkbare erfenis. Gewoon zo gericht op de hemel. En net als ik aan het lezen, en dat was zo geen toeval, want hier staat ook van... hier komt een beetje naar voren van het gericht zijn op het hemelse. En in Hebreeën 11 staat ook zo mooi. En in Hebreeën 12 staat dat we, daar had ik ook die Bijbelstudie over gedaan, van dat we door zo'n menigte van getuigen omringd worden. Bij die menigte van getuigen staat eigenlijk van... deze allen zijn in het geloof gestorven. Ze hebben de vervulling van de belofte niet verkregen. Dat is de Heer Jezus, zeg maar, dat de Heer Jezus geboren zou worden. Maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet. En ze hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren. Vreemdelingen en bijwoners zijn op aarde. En dan komen we bij dat stukje toepassing van... voelen wij ons en beleiden wij dat wij vreemdelingen zijn. En bijwoners hier op aarde van... we horen hier niet op aarde, zeg maar... voel jij je als vreemdeling hier op aarde? Gewoon voel jij je dat je hier eigenlijk niet hoort? Dat je dat je hier vreemdeling bent? En ik moet zeggen, ik weet er ook niet veel meer over, maar voelen wij ons vreemdeling? Voelen wij dat we eigenlijk hier niet horen? Dat we eigenlijk gewoon in de hemel horen? Dat we dat al die zonden, dat die ons zo belemmert en dat we daartegen moeten strijden en dat dat echt een verdriet in ons hart oplevert, zeg maar, en een strijd. En voelen wij dan dat we, verlangen we dan naar de hemel? En is het leven ons dan Christus? En is het sterven ons dan, zeg maar, echt gewin? Dat we voor altijd bij God zullen zijn? Dus daar moest ik ook nog aan denken. En wat zegt God door dit gedeelte? Mij zei het me eigenlijk dat ik God moet loven. Dus geprezen zij de God en Vader, God loven. Ook aan het begin van mijn gebed. En dat vergeet ik nogal. Dus ik doe dat. Ja. Dan doe ik dat nog aan het einde. Maar dat moet eigenlijk aan het begin. De drie eenheid. Daar komt er ook zo mooi naar voren van. God de Vader. De heiligmaking van de geest. En ja, de drie eenheid. Dan vreemdeling zijn hier op aarde. We worden bewaard tot de zaligheid. En dan kan het zo'n troost zijn als je in zonde bent gevallen. Of als je nog maar God net mag kennen. We worden bewaard tot de zaligheid. En wat God begonnen heeft, begonnen is, dat zal hij ook afmaken. En dan dat we in de hemel een erfenis hebben. Ik heb nog meer. In de hemel wacht ons een erfenis. En leven we dan alsof dit ons, of dit alles is? Want gewoon, ik hoorde wel eens een verhaal van, over je zou maar gewoon... hier een huis hebben. En het idee dat we straks in een koninkrijk mogen zijn. Dat we in zo op een zo mooie plek mogen zijn. En dat niet alleen. En het belangrijkste dat we bij onze Vader mogen zijn. En dat we bij God mogen zijn. En dat, dat we zijn volk mogen zijn. Of dat zijn we nu al. Maar dat staat, volgens mij, of ja, dat staat ook ergens in de openbaring van die teksten. Maar ja, zijn we daarop gericht? Of is het van, oh, hier en nu? Dan de toepassing. Leven in het licht van de Bijbel. Het is een vraag, maar ik kan niet meer lezen. En prijs ik God aan het begin van mijn dag, van mijn gebed. We hebben als gelovenden, we moeten God prijzen, dat is het tweede. Derde is, we hebben als gelovenden een levende hoop. We zijn wederom geboren tot een levende hoop. En we hebben ook de hoop op Christus, de hoop op de zaligheid. Dus als dingen tegenzitten in ons leven... we hebben hoop. Vreemdeling zijn hier op aarde. Ben ik dat? Zit ik niet te veel vast aan het aardse? En ben ik ook gericht op die erfenis? We hebben zo'n grote erfenis op ons wachten. En we moeten die ook willen delen. Dus ook anderen over het evangelie vertellen. En je wordt bewaakt door God. Je wordt bewaakt door Gods kracht. Door het geloof tot de zaligheid. En God laat je niet los als je zijn kind bent. En je wordt dan ook zijn kind door in hem te geloven. Door je zonde te beleiden en je zonde weg te doen. En dit was eigenlijk alles wat ik wilde vertellen. Het is ochtend en mijn stem is nog steeds een beetje verkrijkt. Dus, don't you mind.
Maar ik hoop dat je er wat aan had. Ik hoop vooral met heel mijn hart. En ik weet dat jullie in Jezus mogen gaan geloven. Ja, en we worden bewaakt door het geloof tot de zaligheid. Door Gods kracht. Oké, nog net. In ieder geval, doe zeker een duimpje omhoog. Abonneer hieronder op mijn YouTube kanaal. Ja, laat weten of je de Bijbelstudies leuk vond. Ja. En als je nog vragen hebt, dan kan je dat zeker via Instagram DM stellen. Of hier gewoon onder in de reacties. Maar dit was heel deze video. Ik hoop dat jullie er wat aan hadden. Dat jullie bemoedigd. Wat woord. Bemoedigd mogen worden. En tot de volgende video. Doeg!